Goeiedag. Na een mooie maandag met vrij veel ruimte voor de zon... waren er vanochtend ook nog brede opklaringen aanwezig. En dat leverde onder andere mooi ochtendrood op tijdens zonsopkomst. Dat zien we hier, bijvoorbeeld boven Nijmegen. De sluierbewolking nam vanuit het westen namelijk al toe. En ja, het eerste rode zonlicht viel heel mooi tegen die wolken aan. Nou, in de loop van de dag nam de bewolking verder toe. Werd het overwegend grijs weer, maar het bleef wel op de meeste plaatsen nog droog. Nou, dat gaat wel veranderen de komende dagen, want we krijgen met een best actief laag drukgebied te maken. Dat lage drukgebied ligt zo'n beetje boven het noorden van de Noordzee, wordt nog opgevolgd door een nieuw lage drukgebied vanuit het westen. En met een zuid- tot zuidwestelijke stroming wordt vervolgens in toenemende mate bewolking en ook van tijd tot tijd wat regen over ons land geblazen. Donderdag passeert een regengebied over het hele land en donderdagmiddag komen we erachter terecht in zeer zachte lucht, helemaal lucht afkomstig uit het midden en zuiden van Spanje en daardoor gaat de temperatuur echt flink omhoog. En richting vrijdag zien we dan weer een koufront vanuit het westen naderen, zoals we dat ook wel noemen. En daarachter bevindt zich dan weer wat minder zachte lucht. Maar het blijft ook de dagen daarna wel behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Richten we ons even op die temperatuur, dan zien we vooral donderdag eruit springen. Dan kan het plaatselijk in het zuiden van het land wel ruim boven de 15 graden worden. Maar ook de dagen daarna hebben we vaak te maken met temperaturen van 10 graden of iets meer, zowel overdag als tijdens de nachten. Nou, vanavond is dat nog niet het geval. In eerste instantie daalt de temperatuur nog naar een graad of 5 in het binnenland. Daarbij is het eerst nog droog, maar in de loop van de avond en komende nacht passeert dan een gebied met regen van west naar oost ons land. Dat is een zogenaamd warmtefront en de naam zegt het al: achter dat neerslaggebied zit veel warmere lucht. En dat betekent dat in de loop van de nacht vanuit het zuidwesten die temperatuur gaat oplopen. En morgenochtend vroeg zal het op veel plaatsen dan al 10 graden zijn. De minimumtemperatuur op deze kaart wordt dus. Vanavond al vroeg op de avond bereikt. En morgen zitten we dan in die hele zachte lucht. Het zal 10 graden zijn langs de noordkust en 13 graden, misschien lokaal zelfs wel 14 graden, in het zuiden van het land. En daarbij is het overwegend bewolkt. In de ochtend zijn er nog behoorlijk wat droge perioden, met name in het binnenland. Maar morgenmiddag trekken meerdere gebieden met regen over ons land. En daarbij kan het soms even stevig doorregenen, met vooral in het midden en zuiden kans op. Lokaal misschien wel 10 mm neerslag. Nou, de wind is daarbij zuidwestelijk, neemt geleidelijk toe naar matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. Ja, en dan komt die donderdag, dan passeert nog veel zachtere lucht onze omgeving, helemaal afkomstig dus uit het zuiden van Europa. In de ochtend regent het nog enige tijd, maar smiddags wordt het droog. En misschien in het zuidoosten en zuiden van het land dat de zon zelfs even doorbreekt. En als dat gebeurt, kan de temperatuur daar stijgen naar misschien wel ruim 17 graden. Elders in het land waarden tussen de 13 en 16 graden. En daarbij is het dus ja, op de meeste plaatsen grijs, maar misschien dat het zuiden dus in de middag even wat zon te zien krijgt. Er staat wel een stevige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. En die is opnieuw matig tot vrij krachtig. Kijken we dan naar de rest van de week, dan zien we dat zaterdag de beste dag is. Er vallen wel enkele buien, maar er zullen ook zeker zonnige momenten zijn met gemiddelde graad of 10. Op alle overige dagen regent het van tijd tot tijd flink door, is het overwegend bewolkt, maar aan die temperatuur verandert niet zoveel. En ook de nachten zijn voorlopig ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Ik wens u een mooie dag.